Gerard Lau, algemeen directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, is gisteren per direct op non-actief gezet. Star News verneemt dat de reden hiertoe is een dispuut tussen hem en de Raad van Commissarissen over het al dan niet aanschaffen van een Boeing 787 Dreamliner. Toppers van Boeing waren in Suriname en hebben ook gesprekken gevoerd op het kabinet van de president. Er zijn intensieve onderhandelingen gevoerd, waarna het besluit is genomen om met Boeing in zee te gaan. Naar verluid is daarna het dispuut ontstaan over welk type vliegtuig voor Suriname het beste zou zijn om commercieel verantwoord in te zetten. Volgens de ware tijd zal het contract van Lau dat de komende week vervalt niet worden verlengd. Hij is op 9 juli vorig jaar benoemd als algemeen directeur. Op die datum trad Steve Silos aan als directeur financiële zaken van de vliegmaatschappij. De positie van algemeen directeur bij de SLM werd vakant toen het contract van toenmalig directeur Robbie Lajmi Singh verstreek en niet werd verlengd.